Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GT5, Elspeedval en Moor. En vandaag ga ik toch maar eens beginnen waar jullie echt al heel lang naar vragen. Eigenlijk heb ik continu gezegd van nee. Of ja, continu heb ik gezegd van nee, ik ga jullie niet helpen. Want jullie vragen eigenlijk allemaal, wil je mijn mods installeren? Nee, dat gaat niet gebeuren. Daar heb ik gewoon geen tijd voor. Kijk, ik maak nu tijd vrij voor deze video. Maar als ik nou iedere verzoek moet accepteren en zeggen ja, kom maar. Dan ben ik een uur verder, elke dag. En met dat uur kan ik ook bijvoorbeeld 4 opnames maken. Ik zeg maar iets. Dus ik laat gewoon even zien hoe het moet. En nu zul je denken van ja, je hebt toch al GTA? Ja, dat klopt. Dus dit is eigenlijk een nep mapje. Hij doet het wel. Maar ik ga jullie gewoon laten zien hoe je het moet installeren. Dit heb ik gisteren nog bij iemand gedaan die ik wel persoonlijk goed ken. Dus ho, niet dat je zegt waarom ik niet en hij wel. Omdat ik hem gewoon goed ken. Een vriend van me. En dat werkte allemaal goed. Dus kan dat bij jullie ook. Dan, ja, als ik gewoon precies doe. En wat je, als jij precies doet wat ik doe, dan kun je echt niet in de reacties aankomen van het werkt niet. En als het niet werkt, dan ligt het toch echt aan jouw game, aan jouw PC, noem maar op. Want zo heb ik het gisteren gedaan bij hem en ik heb het zelf geopend, et cetera, deed het allemaal. Dus we gaan gewoon lekker beginnen. Let niet op de dingen die hier al in staan. Zoals je ziet heet dit GTA 5M. Dat betekent dat dit dus een mapje is die ik gebruik voor 5M. Maar die heb ik ook nog ergens anders. Dus dit is gewoon even snel gekopieerd naar mijn externe harde schijf. Om gewoon vervolgens na deze video dit mapje te kunnen verwijderen. Ik ga jullie de stappen na. Er zijn bepaalde dingen die ik niet doe. Er zijn bepaalde dingen die ik wel voor jullie laat zien. Maar ik zal gewoon uitleggen wat jij moet doen als ik het niet zelf doe. We gaan beginnen. We gaan van links naar rechts. Alle linkjes staan ook in de beschrijving van boven naar onder. In de volgorde die hier van links naar rechts staan. Dus zoals je ziet, OpenIV staat hier. Staat hier zo links, staat in de beschrijving ook bovenaan. Nou, allereerst begin je met OpenIV te downloaden. Download OpenIV 3.0. Wat is dit nou? Dit zorgt er eigenlijk voor dat jouw mods onder andere werken. Ik zeg onder andere. En dat jij je voertuigen kunt installeren, je uniformen, noem maar op. Ja, dus als je dat gedownload hebt, dat ga ik dus niet doen. Dan komt er gewoon een... installer in beeld, je doet gewoon verder, install, klaar, finish. Nou, wat je dan zult zien, we zullen OpenIV eens openen. Uiteindelijk is hij dus geopend, krijg je dit in beeld. We gaan natuurlijk voor Quantum Auto 5, Windows, want ja, je speelt niet op de... voor de mensen die nu denken, wow, er stond Xbox, dat kan dus ook op Xbox. Nee, het kan niet op Xbox. Je kunt het wel openen, of ja, ik kan het niet openen, want als ik het open, dan zie ik... waarschijnlijk staan, je moet je Xbox aansluiten of zo. Oké, wat we nu dus zien is dit. Maar let op, dit is mijn eigen GTA map. Met de mods en alles. Dus skip dit allemaal. Je moet eigenlijk gewoon dit aanhouden. En dan nogmaals, skip hier ELS en zo. Het belangrijkste wat je eerst doet is op deze hier. Ik weet niet wat het is, maar dit. Nou, let hier niet op. Hier, ja, do not play GTA Online with modified RPF. You will be banned. Dus speel gewoon niet online. Je kunt geband worden. Dus ga niet zeggen, ja maar jij zei dat het kon. Nee, het kan niet. Dat hebben we ook nooit gezegd. Nu zullen jullie zien dat hier staat bij jullie not installed, not installed, not installed. We doen dus bij alle drie installed, installed, installed. En uiteindelijk vraagt hij bij de middelste. GTA ziet dat je geen mods folder hebt aangemaakt. Of OpenIV ziet dat je geen mods folder hebt aangemaakt. Wil je die aanmaken? Ja, dat wil je. Yes. Of wat er ook staat. In ieder geval, yes. Please make a mods folder. Dus, hij doet het niet, maar ik doe het nu wel. Oké, mods. Klaar. We hebben dus nu een mods map. Dit is ontzettend belangrijk. Want je doet alles in je mods map. Echt alles. Voertuigen, uniformen, wapens, ja, voertuigen en auto's zijn hetzelfde. Alles. Echt alles. Doe je het, stel dat jij helemaal klaar bent met je mods, kun je gewoon delete. Modsmapje weg, mods weg. Nu zijn er wel een paar dingen die we dadelijk zullen zien. Betekent niet op het moment dat jij je modsmap weggooit. Tot je mods helemaal weg zijn. Want je hebt bijvoorbeeld dadelijk wel nog LSPDFR geïnstalleerd. Maar goed, mods. Oké. Wat je nu al kunt doen. En wat ik je echt aanraad. Want dat gaat extreem lang duren. Rechter muisknop op deze twee. Deze twee. Kopieer. Modsmap. Plakken. We gaan nu kijken.
berekenen. Dit gaat 38,4 gigabyte zijn. Het gaat 40 minuten duren. Het gaat uiteindelijk wat sneller. Maar doe dat meteen. Echt, doe dat meteen. Nu. Nu doen, hup, ga doen. Of je kijkt deze video en denkt, ik kijk eerst eens en ik ga later kijken wat je... Ik ga het later installeren. Oké, okay, dus die twee zijn ondertussen hierin aan het kopiëren. Dus kopiëren, niet erin slepen. Dus niet zo doen, want dan zijn ze hier weg. Kan ik dan Ctrl-Z? Ja. Hier laten staan, deze twee kopiëren. Ben je dan nog niet? X64A tot en met X64W... Hetzelfde, kopiëren en plakken in je modsfolder. Ja, doe dat. Laat dat even zijn werking doen tot het helemaal klaar is. En dan kun jij in ondertussen verder met waar we natuurlijk allemaal voor komen, die politiemod. Oké, okay. OpenRV, weg. Stap 1 voltooid. Volgende link, ragepluginhook.net. Nou, dan kom je hieruit. Wat je dan zult zien, wat ik in ieder geval altijd heb... Als ik hier de eerste keer opkom, kan ik nergens op klikken. Refreshen, even refreshen. Klik op downloads. Wat je nu gaat zien, is de bovenste. Hier, Rage Plugin Hook Open Alpha. Nu zie je allemaal versies hier. Want, helaas, vindt GTA 5, de makers van GTA 5, vinden eigenlijk niet zo leuk dat wij met mods spelen. Dus wat zeggen hun? Ja, fuck you, wij gaan continu up. Of ja, ze doen niet tegen ons updaten. Maar in een update verwerken ze wel iets waardoor de versie die jij, of die ik bijvoorbeeld gebruik. Ik gebruik 0.60 geloof ik. Die gaan ze, of 61 gebruiken, nou die doet het dan nog wel. Maar er zijn dus mensen die spelen nog steeds met 0.59. Maar hun, in elke update van GTA 5 zetten hun een bestandje of wat dan ook. Waardoor die 0.59 niet meer werkt. Dus ze zeggen echt gewoon fuck you. Je download de bovenste. 0.62, altijd de bovenste, onder downloads de bovenste. Dat kan dus op het moment dat jij deze video kijkt, want ik weet toevallig tot, ja, dit is dus vandaag de 6 juli, vrijdag 6 juli. Ik weet dat ergens vorige week van mij te horen kwam, er gaat weer een update aankomen. Dus misschien dat als jij dit opent, tot er bij jou staat 0.63. Nou, dan download je 0.63. Nou, klik erop en hij gaat downloaden, als het goed is. Ja, die ga ik annuleren, want ik heb hem al openstaan. Deze kan in principe footsie. Klik je dan weg. Even spieken. Nee, oh wacht. Dat was niet zo slim voor mij. We gaan ook maar meteen deze downloaden. We gaan devc development weet ik veel wat. .com/gta5/blablabla. Oké. Okay. Scripthook V, die moeten we hebben, de bovenste. Ook hier. Het is versie v1.0.1365.1. Download. Download, hier download. Downloaden. Komt hij ook gewoon hier klaar. Die weg. Nou, oh, dat was dezelfde link had ik geopend. Gaan we naar lcpdvar.com. Staat hier downloads. Dan klik je op lcpdvar. Dan ga je iets omlaag. LSPD First Response. Het staat eigenlijk voor Los Santos Police Department First Response. Download. Daar klikken we op. Dan gaan we hier. Download this file. Ja, bla bla bla. Omlaag. Agree, dus ik ben het er maar eens wat hier ook staat. Niemand leest dat. Dan pak je de manual install. Dus niet de install, maar de manual. 0.31, heel misschien is er ook wel een 0.4 als jij dit downloadt. Maar ik, nu is er nog 0.31. Ik weet dat er een 0.4 aankomt. Download en dan moet je gewoon invullen wat je hier ziet. B3Q1I. Ja, download. Oké, okay, ik ben scheel of zo. 9p. Enter, download. En hij gaat downloaden. Je wachten, wachten. Hij start in 1 seconde. En download. Annuleer. Voor mij annuleer. Jullie hoeven dat niet te doen. Dit laten we wel even openstaan. Dus we hebben scripthook. We hebben Rage Plugin Hook. En we hebben LSPDFR. Dat is het belangrijkste. Wat ik wil hebben. Die drie heb ik hier openstaan. Nu zul je zeggen, ja maar je hebt toch vier. Daar kom ik zo op. Het eerste wat we doen, LSPDFR, die heb je gedownload. Van boven, van onder naar boven, gewoon selecteren of van boven naar onder, het is maar hoe je het wilt. Gewoon hier, slepen. Niet moeilijk denken, gewoon lekker in GTA map. Dit doe ik wel voor jullie, want ik ga deze map toch wel weggooien. Oké, okay. Hier erin slepen, niks ermee doen, want nu staat hier wel een Rage Plugin Hook, maar dat is een versie van 31.1.2016.
LSP Devar 0.31 heeft Rage plugin hoek er wel bij zitten. Maar de versie die hun erbij hebben zitten is misschien wel versie 0.14 en we zitten bij 0.61 of 62. Nou, LSP Devar kan weg. Vervolgens hebben we de echte Rage plugin hoek die wij willen van onder en naar boven. Zoals je ziet vervangt hij best veel dingen. Zometeen erin slepen, stand en doelmap vervangen. Hij heeft dus dit allemaal heeft hij alweer vervangen. Zie je? Oké. En tot slot, die kan weg, Rage plugin hoek, de scripthoek V. Dan kom je hierop uit, dan heb je bin. Deze drie kun je erin slepen. Wat ik zelf doe, ik sleep ze er wel in. Vervangen, want er waren twee bestandjes die ik kon vervangen. Maar de native trainer doe ik weg. Want ik heb zelf een chillere trainer die jullie soms bij mij in beeld zien. En scripthoek kan ook weg. Oké, dan gaan wij nu maar even door naar GTA 5 mod. Sorry, deze volgorde klopt dus niet helemaal meer. Maar wat ik dus wel wil laten zien is de trainer. En dan doe ik trainer zoeken. En wat je dan krijgt is de simple trainer voor GTA 5. En zoals je op de foto ziet, dit is de trainer die ik ook gebruik. Dus wat we dan op GTA 5 moeten doen, download. En dan gaat hij downloaden. Ik moet even kijken of ik die al had. Nee, dan doen we hem nog een keer. Excuses, klik hier. Oké, die downloaden we even voor jullie. Oké, gedownload. Nou, dit kan weer even omlaag. Deze twee, de onderste twee, de trainer V.ini en de trainer V.asi. Sleep je erin, heb je de chiller trainer die ik ook gebruik. Als we gaan kijken, is geloof ik het menu voor de trainer F3. Dus via F3 kun je die openen. Oké, goed. Wat we nu nog missen. Eigenlijk, als je nu je game opstart, dan doet hij het. Hij doet het gewoon. Je hebt nu LSP Devar, dus de politiemod waar ik mijn mods op speel, werkend met de Amerikaanse politievoertuigen. Nou ja, nu willen jullie natuurlijk niet de Amerikaanse politievoertuigen. Jullie willen natuurlijk de Nederlandse politievoertuigen. Dus daarom ga ik allereerst ILS installeren. ILS zorgt ervoor dat als jij op J drukt, de J naast de K en de K of de L, dus één van die drie, zijn allemaal knopjes voor de zwaarlichten. Nou, hier staat van alles in. Media, dat zal dus gewoon foto's zijn van ILS. Even kijken, wauw, hoe mooi. Oké, we gaan terug installation files. Dit moet je hebben. GTA 5. Erin slepen, je wilt deze vervangen, omdat ik heb het al. Sorry, ik heb het al. Ik heb hier al ILS in staan, dus ik vervang het. Ja? Nou, die heb je vervangen. Wat je nu gaat doen, is dit mapje weer wegklikken. Die heb je al gehad. Je game werkt. Maar nu willen jullie natuurlijk heel graag kijken of je game ook werkt. Dat mag. Voordat we dat doen, en dat doe ik even bij mijn eigen GTA. Dus dan ga ik naar mijn bureaublad. In ieder geval, hier staat dus bij jullie Rage plugin hoek. Rechter muisknop, snelkoppeling maken. Wat ik dan zou doen, is die snelkoppeling hoppa, op je bureaublad slepen. Dat zou ik doen. Dat is wel zo handig. Oké, deze openen we zo meteen weer. Wat jullie nu gaan zien. Je opent hem. Ja, ik heb het even op administrator gedaan. Omdat ik zelf wat probleempjes heb. Maar gisteren heb ik dat bij die jongen niet hoeven doen. Voor mij is het nu zo. Ik heb 0.61 erin staan. Maar 0.62 is al uit. Wil je hem updaten? Dan zegt hij. Doe het automatisch. Open de downloadpagina of continue without updating. Nu doe ik continue without updating. Maar nu moet ik even snel zijn. Druk als die hier is. Bijvoorbeeld of als je zegt waiting for game windows. Maar hier druk op het tandwiel. Dan start hij niet automatisch op. Of dan start hij niet op. Maar dan start hij dit op. Wat nu in beeld komt. Maar voor jullie, jullie downloaden de laatste versie van Rage Plugin Hook, dus jullie hebben dit allemaal niet. Wat het wel gaat zijn, en niet schrikken, jullie krijgen, als het goed is, wel een beeld van, oh ho, wacht, een hele grote driehoek met een uitroepteken erin. Schrik, schrik, schrik. Hij zegt van, wil je je game updaten? Ja. Wat je dan uiteindelijk gaat zien, dat heb ik, oh ja. Al die gameversies die ik al heb gebruikt, staan hier allemaal in. Maar dus hij wilt altijd jouw gameversie updaten. En waarom dat handig is,
Dat ga ik niet uitleggen, maar daar kom je uiteindelijk wel achter. Nu zit je dus hierin. Ja? Wat je kunt doen, of wat je moet doen, je gaat hier naartoe, plugins. En dan zegt hij, tot hij geen één plugin laat bij het opstarten. Maar je wilt wel, of je wilt een plugin laden bij het opstarten. En bij jou staat eigenlijk alleen LSPD First Response. Die klik je aan. Dus op het moment dat jij jouw game opstart, via dit icoontje, Rage Plugin Hook, start LSPD VAR al op. Die laat die dus. Oké, wat we nu gaan doen, we gaan naar Advanced Settings. Game Settings, excuses. Dan gaan we naar Command Line Switches. En dan klikken we deze twee dingen aan. DirectX 11 en Force Windowed Mode. Ik heb het ervaren, als ik het niet doe, dan start mijn game niet op. Zeg jij van ik wil het zonder proberen, dan mag je dat zeker doen. Mag je ondertussen ook al de video verder kijken. Maar als hij het niet doet, kom niet bij mij aan, hij doet het niet. Klik die dingen maar gewoon aan als je wilt weten hoe ik mijn game werkend heb. Doe dat, doe ondertussen de video anders even op pauze zetten en ga kijken volgens save en launch. Je hebt dus alles opgeslagen of jouw game werkt. Nou, dit is even altijd normal doen. Als je niet normal doet dan, en je doet safe mode of cancel start je sowieso niet op. Als je safe mode doet, dan zet hij al jouw instellingen terug op een veilige instelling. Dus een instelling die voor GTA veilig is. Dan ben je al je, als je alles op high hebt staan, zet hij weer alles op normal bijvoorbeeld. Ik klik het nu weg. Jullie kunnen dus nu even op pauze zetten. Jullie kunnen kijken of alles het doet. Doet hij het? Je gaat naar een politiebureau op het... Op de kaart staat een heel mooi logotje van LSPDFR. Klik erop of loop er naartoe, loop er naar binnen. Volg alle stappen en je kunt de politiemods gegarandeerd spelen. Nou, welkom terug voor de mensen die we inmiddels weer kijken. Welkom voor de mensen die eigenlijk gewoon binnen 2 seconden merkten dat ik gewoon doorging met praten. Wat we nu gaan doen, we hebben dus, jullie hebben LSPDFR werkend. Jullie hebben alleen alle Amerikaanse voertuigen. Heb jij alle voertuigen wel al geïnstalleerd, zeg je van ik kreeg LSPDFR gewoon niet werkend. Heel veel gameplezier en ik hoop dat je er iets aan had. Zeg je ik wil ook naar mijn voertuigen en mijn meldingen etc. Blijf dan vooral kijken. Wat we nu gaan doen, we gaan nog even wachten met de voertuigen. We gaan wel zorgen dat jouw LSPDFR ook leuk is. Als jij nu LSPDFR, zullen we het gewoon de politiemod noemen trouwens, anders moet ik steeds heel snel LSPDFR gaan zeggen. Wil jij de politiemod nou leuk spelen? Dan blijf even kijken, want als je nu speelt, wat je dan nu krijgt, is dat je alleen maar één melding krijgt en die is van de politiemod zelf, van LSPDFR. Misschien moet ik toch maar beter LSPDFR zeggen voor verwarring te voorkomen. Dus die hebben maar één melding en dat is een achtervolging van een bankovervaller ofzo. De reden waarom ik dit open heb laten staan, omdat hier eigenlijk alles in staat, alles wat leuk is. Nou, we beginnen bijvoorbeeld bij Traffic Police. Ik zal die dingen ook allemaal in de beschrijving zetten. Dit zijn gewoon dingen die je moet hebben. En dat zijn Traffic Police, Arrest Manager, Police Smart Radio. Dat zijn gewoon echte dingen die moet je gewoon hebben. Dus, ik zal Assorted Callouts er ook nog bij zetten. Alles waar callouts achter staat, dat zijn meldingen. Assorted Callouts geeft shoplifting, dus een diefstal... winkeldiefstal, een overval van een winkel, petrol gas, dus iemand die benzine of steelt, die brandstof steelt zonder betalen, een bankoverval, een hot pursuit, dat is een dikke achtervolging of zo, een collega vraagt assistentie bij een verkeerscontrole, of illegale mensen achterin een vrachtwagen, die kun je dus allemaal krijgen, die meldingen. Nou, ik zal bijvoorbeeld Traffic Police dus downloaden. Je gaat er gewoon heen, download this file. Je pakt altijd bij alles waar die het vraagt. Ik kan het vragen, altijd minimum RPR 0.51. Nu zul je zeggen, ja, maar ik heb 0.62. Ja, je moet minimaal 0.51 hebben om deze te kunnen downloaden. Heb jij het voor elkaar gekregen om 0.42 of zo te downloaden, dan moet je inderdaad de bovenste pakken, maar jij hebt sowieso 0.62 gedaan. Download, volg de stapjes weer. En uiteindelijk krijg je dus het mapje in beeld.
Die zal ik even kijken of ik die geopend krijg. Daar ben ik zo bij voor jullie terug. Want alles wat ik gedownload heb, het zijn niet erg dingen. Maar misschien staat er net iets bij waarvan ik dacht, oh, dat had ik beter niet kunnen laten zien. Dus ik ga dat nu even laten, of ik ga nu even al die dingen die ik daar heb gedownload, die ik belangrijk vind, die in een lijstje staan in de beschrijving met dit vind ik belangrijk, die open ik even. Ben ik zo bij jullie terug. Oké, daar ben ik weer. Ik heb een lijstje gemaakt, Traffic Policer, LSPDVAR Plus, Police Smart Radio en Arrest Manager. Nou, ik zal bij alles even uitleggen wat het is. Download die zeker, maar voor mij mag je nu ook gewoon dingen gaan downloaden die je zelf leuk lijkt. Want, nogmaals, ik zal een soort call-out er even bij doen. Of die heb ik ook nog, die zal ik even snel weer openen. Be right back. Oké, daar ben ik weer. Oké, ik heb dus nu één melding pack. En de rest zijn allemaal plugins die handig zijn en die leuker zijn om te kunnen spelen. Nu ga ik bij alles uitleggen. We gaan gewoon links beginnen, want het maakt eigenlijk niks uit waarmee je begint. Traffic Policer. Oké, je gaat Traffic Policer openen, Quantified 5. Ook dit is gewoon kopiëren, plak. Hij plaatst alles waar het moet. Nu heb je een Albo 1125, Albo 1125.common.dll. Hou die datum even in de gaten. 23/12/2017. En we hebben ook, als het goed is, een Rage Native UL.dll. 31/12/2017. Ik zal je zo meteen vertellen waarom die datum belangrijk is. Oké, Traffic Policer. Klikken we weg. LSPDVAR underscore heet eigenlijk LSPDVAR Plus. Ook dit, hetzelfde. Slepen we zo meteen erin. Maar kijk even. 31/12/2017, 23/12/2017 klopt. Stel, daar staat een datum die lager is. Stel, dit is 31/01/2016. Dan skippen we die. Altijd de hoogste datum hier laten staan. 23/12/2017. Die is ook 23/12/2017 is goed. Stel die is hoger, is het altijd goed om erin te slepen. Stel die is lager, sleep je hem niet erin. Ook die, gewoon even erin slepen, vervangen, klaar. Hij vraagt dus nu om te vervangen van de Rage Native en de Albo. LSPDVAR Plus, klaar. Police Smart Radio. Nou, moet ik nog zeggen wat ik doe? Erin slepen, vervangen, klaar. Police Smart Radio, weg. Oh, sorry. Even kijken, LSPDVAR Plus, dat maakt alles wat leuker. Het zegt het al, het geeft echt een plus aan LSPDVAR. Dus zeker erin zetten. Traffic Policer zorgt voor die witte bolletjes op je kaart die je ziet rijden. Die zorgt ervoor dat bijvoorbeeld een gestolen voertuig langs scheurt. Een voertuig die is aan het racen rijdt langs. Een voertuig die niet verzekerd is rijdt langs. Iemand die is aan het bellen rijdt langs. Dus je komt allemaal dingen tegen in het verkeer. Dan Police Smart Radio is waarmee je dus kentekens kunt controleren. Via de C open je die. Kun je kentekens mee controleren. Daar kun je takelwagens voor vragen. Daar kun je een lijkschouwer bij oproepen. Je kunt geloof ik zelfs een ambulance oproepen. Via dat. Je kunt een noodknop indrukken. Panic button heet dat allemaal. Dus allemaal toffe dingen. Met je... ja, eigenlijk je portofoon. Dan hadden we nog Police Smart Radio heb ik, LSPDVAR Plus, Traffic Policer. Je kunt dus ook veel meer dingen daarmee doen met vragen van ja, waarom zat je op je telefoon. Je kunt kiezen voor welke bekeuring je uitschrijft. Dus bijvoorbeeld ja, je telefoongebruik. Dus kun je allemaal selecteren. Je kunt voertuig in beslag nemen, bla bla bla. Oké, dan gaan we nu naar Arrest Manager. Daarmee zorgt het dat jij niet al je verdachten achterin hoeft te slepen. Dat je die gewoon lekker via de 8 op je toetsenbord kunt laten ophalen. Dan komt er een voertuig die haalt de verdachte op. En klaar. Goed. Dan hebben we die gehad. En dan nu plugins. Melding plugins. Dat is eigenlijk ook gewoon erin en klaar. 23/12, 31/12. Klaar. Nou, goed. Ja. En vervangen. Wat je nu dus eigenlijk hebt... is allemaal leuke dingen. Die zitten allemaal in plugins in LSPDVAR. Nou, hier. Wat je nog, waar ik niet aan zou komen. Wat je wel kunt doen. Een sorted card bijvoorbeeld. Kun je hier kijken van. Je hebt hier meldingen. Een organized street. Een straatrace. Een georganiseerde straatrace. Ik vind die meldingen verschrikkelijk. Wat je kunt doen. Zet hem op vals. Als het goed is krijg je die melding dan niet. Persoon met een mes. Vind je die niet leuk? Zet hem op vals. Ja, nu gewoon kruisje opstaan. Nou, in ieder geval, dat zit hier dus allemaal in. Even lekker laten zo.
En die ook weg. Dus wat je kunt doen, je gaat naar scripts en plugins op GTA 5 mods bij LSPDVR More. Sort by most downloaded. Nou, hier krijg je dus al die dingen die je net hebt gedownload. Traffic Police, OS Manager, Assault Cards, LSPDVR Plus, LSPDVR Computer Plus hebben we nooit gebruikt. ILS hebben we al. Die hebben we al geïnstalleerd. Police Smart Radio, Peter U Callouts, ook heel leuk. Code Red Callouts, nou, is gestolen tanker. Een gevaarlijke hond. Code 3, dus code 3 callouts, dat zijn meldingen die prio 1 zijn. Callouts V, allemaal dingen. Vehicle Search, Battle IMS is ook zeker een aanrader. Ik ga nu niet installeren voor jullie, maar daar kun je dus een ambulance bij opvragen via je Police Smart Radio. En dan zegt hij, dan komt hij ter plaatse. Als je er nog eens die knop in drukt, dan kun je een brandweerauto ook laten komen. En die gaan eigenlijk kijken van, is hij nog te redden? Nemen we mee? Ja. Nemen we hem niet meer mee omdat hij dood is? Vraag een lijkschouwer op. Crazy callouts, dus gekke meldingen. Wilderness callouts, is heel leuk. Vliegtuigongevallen, bla bla bla. LP callouts, noem maar op. Is gewoon echt, hier vind je het. Dus, ik moet zelf ook even kijken, die dingen hebben we allemaal gehad. Je kunt dus nu, als je zegt, nou, ik vind standaard GTA voertuigen zo tof, zou ik zeggen, bedankt voor het kijken, een rage plugin hoek openen, klaar. Go, go, go. Ga lekker spelen. Dat doe ik niet. Of zeg je, ik wil Nederlandse politieauto's, dan blijf zeker kijken. Er komt wel een maar aan. Ik ga niet al jouw voertuigen vullen. Ik ga jou de 3 voertuigen installeren. En dat is een ambulance, dat is een politieauto en dat is een brandweerauto. En daarna ga ik je vertellen waarom. Waarom ik niet meer doe. Want eigenlijk is het gewoon hetzelfde. Ondertussen, wat jij hebt, ga ik in de modfolder. Staat dit helemaal vol. Met update X64 en deze zooi. Oké. Nou, wat je nu doet. Je gaat naar mods bijvoorbeeld. En ik ga nu vanuit mijn eigen GTA map. We gaan naar mods. Nu zul je misschien zeggen, maar waarom heb je dit, waarom heb je dat, waarom heb je dat. Dat kun je allemaal installeren. Of dat komt uiteindelijk ooit wel eens ergens bij. We gaan nu naar mods. Dan zie je dit. Dit zijn jullie. Update. Nu komt eigenlijk het moeilijkste. X64 DLC packs. Nou, wat jullie hebben is patch day tot en met 18. Maar ik heb maar tot en met 10 gedaan. Je kunt zeggen, je installeert alles in patch day 18. Wil je het net zo goed als ik doen en gegarandeerd succes hebben, patch day 9. Nou, dan kom je hieruit. Misschien dat hij jou tot hier niks staat en tot hij je vraagt, waarmee wil jij dit bestand openen? Nou, dan doe je openen met en dan vraagt hij jou waarmee je het wilt en dan doe je met OpenIV. Oké. We komen nu dus hieruit. Heel belangrijk is, hij gaat je bij alles zeggen, doe edit mode, doe dat meteen maar. Zit jij niet in jouw modsfolder, zoals je ziet hier, in jouw modsfolder, dan gaat hij jou zeggen, je zit niet in je modsfolder, alles wat je hier installeert gaat fout kill. Het gaat gewoon fout. Dus doe lekker in je modsfolder. X64, hij vraagt je zelfs dan, wil je naar je modsfolder? X64, levels, GTA 5, vehicles. Nu zul jij niet zoveel voertuigen zien als ik. Jij zult waarschijnlijk maar van hierboven tot hier of zo zien. Maar dat komt allemaal. Wat je nu gaat zien, of dit ziet er misschien anders uit, ik doe altijd bij tags, want kijk, bij naam krijg je dit allemaal, dat is heel raar. Bij type krijg je dit hier en dit daar. Bij size krijg je gewoon de zwaarste voertuigen bovenaan, dat is ook heel raar. Bij dit weet ik niet wat het is, en bij tags is gewoon ambulance, 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 banshee, 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 bus, 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 snap je? Dus, wat we nu gaan doen, we gaan van, even denken, hoe heet het, het ministerie van mods, de politie Touran installeren. Daarbij zijn een paar dingen belangrijk. We gaan de politie Touran pakken. Ik ben zo bij, oh nee, één ding trouwens nog. We gaan niet de politie Touran pakken. We gaan naar favorites. En dan add to favorite. Nou, dan typ je hier voertuigen. En add. Wat je nu wilt zien, stel je zit hier en je denkt, oh, moet ik nou weer update, X64 DLC pack, bla bla. Ga nou favorites, voertuigen en je zit erin. Zo simpel als dat. Dus dat scheelt je heel veel tijd. Dus bij patch day 9, bla bla bla, tot je hier zit, vehicles, en dan kun je die gewoon
add to favorites. En klaar. Wat we nu gaan doen, GTA 5 mods. Je kunt zeggen van vehicles, oh, Kygens, die ziet er super vet uit. Nee, wacht, sorry, dat is een verkeerd voorbeeld. Die ziet er super vet uit, die wil ik downloaden. Oké, download maar lekker. Ik ga in ieder geval de Touran van het ministerie van mods downloaden. Je toets gewoon Touran in. Je kunt ook zeggen, ik toets politie in, mijn internet is erg traag. Je kunt van alles, die site ligt er gewoon uit. Je kunt van alles opzoeken. Ik ga je niet zeggen hoe zoek je dit op, dat zoek je maar zelf uit. De sites, ik denk altijd echt zo, net zoals met mods installeren, met alle respect. Maar het is er niet om, het is niet zo gemaakt dat het niet te doen is. Je moet gewoon even de volgorde snappen. En voertuigen installeren is wat moeilijker. Oké, ik weet niet of die site gewoon eruit ligt of dat mijn internet eruit ligt. In ieder geval, we hebben altijd nog een... Nee, dat is hem. Of misschien wel... Nee. Ik weet dus niet, als ik bijvoorbeeld naar YouTube ga... Nee, die site ligt eruit. Heerlijk. Oh, hij doet het denk ik weer. Touran. Ja, Touran. Kijk eens hier vooraan bijvoorbeeld al meteen de Touran van het ministerie van mods. Hoe weet ik nou, dat staat daar. Veel gedownload en ik herken hem wel. We hebben dus ook de Touran 2007. Hier ga je echt van alles vinden. Je downloadt hem gewoon, als je foto's wilt zien. Interieur, et cetera. Hier staat dus alles van het ministerie van mods. Je kunt dus ook de Vito downloaden, je kunt Touran 2007 downloaden. Je kunt de brandweerauto downloaden, je kunt de ambulance downloaden. Ik ga in ieder geval de Touran... Download. Als je wilt kijken naar voertuigen die ik gebruik, ik krijg een poke. Nee, ik kan je niet helpen. En uit. Ik zit nog een Teamspeak. Oh, nee, niet eens door je. Ja. Touran gedownload, krijg je dit. Ja, oké, goed. We gaan dit weg doen even. We beginnen dus met de Touran. Wat is belangrijk is. Zometeen, dit kunnen we wel weer hier doen, want we hebben ILS geïnstalleerd. Voor jullie ziet ILS en dan pack the fools er zo uit. Nee, het ziet er niet zo uit. Oh, dit is natuurlijk van mijn 5M, sorry. Daar moeten jullie dus niet op letten. Jullie zien eigenlijk gewoon dit. Maar dan is AirTuck niet AirTuck, maar daar staat police bij jullie. Oké, wat je nu wilt doen. Dit is optioneel, maar wel heel handig. Ik zal hem meteen uitleggen. We gaan. Nee, ik zal die zo meteen uitleggen. Wat dit doet. Dit doet jouw blauwe lichten fel maken. Dat is wat iedereen wilt. En iedereen die dat vraagt, zeg ik ook. Dit bestandje wat bij de Touran van het ministerie van mod zit. Zeker even downloaden. Of installeren. Maar, er staat ook gewoon bij de readme. Betere zwaarlichten vraagteken. Plaatsen bijgesloten visual settings.dat via OpenV in. Mods, update, update, command data. Klaar. Ik ga het niet eens uitleggen. Het staat er gewoon in. Ook hier staat... Hoe wil je je voertuig nou installeren? Of hoe moet je je voertuig nou installeren? Installatie. Plaatsen 4 bestanden in. Mods, update, x64, DLC packs. Je laatste patch day. Voor jullie wordt dat dus patch day 9NG. Maar als jij zegt ik wil hem een 18, hè, dat mag ook. Maar kom dan weer niet aan van ja, ik heb een 18 gezet en het werkt niet. Dan zeg ik gewoon, of dan reageer je niet eens. Maar dan zou ik zeggen of denken, ja ik heb 9 gezegd. DLC x64 level GT5 vehicles. Voor jullie gewoon heel simpel. Waar was die? Favorite voertuigen. Ja? Oké. Dus wat we gaan doen. De readme kan weg. Heb je dit. Autofiles zie je dit. Wij gaan naar voertuigen. Nou. Je hebt police. Je hebt police 2. Je hebt police 3. Je hebt police 4. Je hebt police B, dat is motor. Je hebt police old 1, je hebt police old 2. Je hebt police T, dat is het transportbusje. Je hebt Pol Mav, dat is de helikopter. Je hebt sheriff, je hebt sheriff 2. Wat hebben we nog? Ja, noem maar op. Daar krijg je ook uiteindelijk wel in door wat je allemaal kunt vervangen. Nou, het eerste wat we doen, police high. Die kan voor mij weg. Kijk maar, je ziet hem eigenlijk... Nu zul je hem waarschijnlijk overal zien. Bij police 1
2. En welke andere hebben we nog van Police? Ja, nu heb ik hem toevallig wel. Maar in principe kan die weg. Wat je doet, stel je wilt deze naar Police 2 hebben. Naam wijzigen, Police 2. Klaar. Bij de volgende naam wijzigen, Police 2. Klaar. Volgende naam wijzigen. Oh, Ctrl Z. Oké, nieuwe map niet voor toepassing. Volgende naam wijzigen, Police 2. Klaar. Wil je die naar FBI zetten? Je raadt het al. Vanaf, dus achter of voor de punt, FBI, klaar. Of, moet ik even goed zeggen, is het gewoon FBI? Ja, het is gewoon FBI. Nou, naam wijzigen, FBI, klaar en FBI. Dus, je zult tegenkomen, stel jij downloadt deze, de Touran, en je downloadt daarna de Vito, en de Vito heet ook Police. Dan denk je, kut, wat moet ik nou doen? Gewoon naam wijzigen. Naar waar je hem naartoe wilt hebben. FBI. Goed. Omdat dit mijn voertuigen zijn die ik in GTA 5 in mijn singleplayer gebruik, ga ik het niet echt doen. Je zet hem op edit mode, heel belangrijk. Die drie selecteer je. De plus high mag er wel bij, hè. Maar het geeft alleen geen toegevoegde waarde. Erin slepen, klaar. Nou, nu gaan wij even. Stel je hebt hem op police laten staan. Op dit ding kun je zien hoe die uitziet. Heel mooi. Wauw. Nou, police, dat onderste, kun je zien wat er allemaal in zit. Stel, jij wilt hem roze maken, dan ga je naar template. Dan maak je dit helemaal roze. Klaar. Oké. De police zit er nu in. Wat we niet moeten vergeten, is in dit geval... Nou, je hebt hem police genoemd, want ik zou de Touran 62 gewoon op police zetten. Want police 1, 2 en 3, die kom je overal tegen. Dit bestandje sleep je in je... Pack the Fold. Ja? Dus nu heeft jouw Touran 2016 op Police 2 of FBI ILS. En dat weet ik zeker. Nou, Touran geïnstalleerd. Zijn we daarmee klaar? Ja en nee. We gaan eerst nog even dit. Dit. Lees gewoon de readme waar die moet. Mods, update, commandaten. Klaar. Oké, Touran, klaar. Nu is het zo dat het kan zijn dat die Touran omvalt. Omkiept, omdat je de foute handling hebt gedaan. Dat is jammer. Dan ga je naar mods, update, common en data. Daar zijn we net al geweest. Alleen hier zie je handling.meta staan. Daar doe je niks mee. Doe dat niet. Doe daar niet aankomen. Dan ga je naar levels en naar GTA 5. Ik heb nu alvast een tip voor je. Die sleep je hier naar je bureaublad. Openen. Dan kun je zoeken. Dan zoeken we naar police. Want, of welk voertuig je hebt vervangen. Dus stel je hebt de police vervangen, police, ga je omlaag. Zoeken, volgende zoeken, volgende zoeken, volgende zoeken. Police old heb je, volgende zoeken, volgende zoeken, volgende zoeken, bla bla bla. Totdat je bij diegene uitkomt die je wilt. In dit geval willen we gewoon police. FBI zetten we nu. Police T. Omlaag, 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 omlaag. Dubsta, die willen we niet. Volgende, 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 volgende. Model name FBI, nee. Volgende, police 4. En door police, gewoon police. Nu weet ik toevallig dat die Touran bijvoorbeeld een ideale handling heeft. Hier bij handling, bij de dubsta. Bij jullie staat die geloof ik op, ik weet het niet meer. Je verandert hem maar gewoon naar dubsta. D-U-B-S-T-A, dubsta, zoals het hier staat. Nou, die kun je nu wegdoen, opslaan zeker. En vervolgens kun je ze zo meteen erin slepen. Maar wat ik ook al zou doen, zoeken en dan ambulance... Vind je hem meteen, model name, ambulance, bla bla. Handling, ik zou die op mule zetten. Mule, weet ik het hoe je het zegt, mule. Ik weet toevallig dat de ambulance op mule bij mij altijd rijdt. Hij keept niet om, hij rijdt altijd. Dus dat is tof. Wat je ook nog kunt doen, fire truck. Maar let op, je schrijft fire truck normaal zo. Maar hier is het met een K. Ik kan fire truck niet vinden. Is het dan toch met CK? Ah, toch wel, oké. Okay. Oh, wacht, we moeten misschien omhoog. Nee, het is toch met een... Maar we moeten gewoon omhoog. Omhoog, omhoog. Oh, we hebben hem al. Kijk, ook hier. Handling, mule. Dat is gewoon voor mij. Tot ik weet, die brandweerauto keept niet om. Oké. Als je die hebt aangepast. En dan nogmaals. Is het daarna gewoon een beetje. Stel, jij wilt de politie 2 heb je vervangen. Police 2. Nou, model name police 2. Bij mij is dat de Vito. Dus als jij de Vito installeert op police 2. Kun je het beste gewoon veranderen naar handling police T. Want ik weet gewoon... Tot dat een goede handling is.
Nou, stel je hebt een voertuig waarvan je denkt, naar de B-klasse, die zal waarschijnlijk hetzelfde rijden als Touran. Kun je bijvoorbeeld ook veranderen naar Dubsta. Dus noem maar op, je verandert in de vehicles meta alles. Alleen bij handling en zoektes ze juist. Heb je aangepast, sleep je terug. Heb ik die aangepast? Nee. Sleep je terug, zul je zien dat het niet meer compressed encrypted is, maar compressed alleen. Klaar. Die doe ik alvast weg, want dat scheelt mij weer wat plek op mijn bureaublad. Nou, wat je nu hebt is de Touran. Touran, als je nu je game opent, gegarandeerd heb je de Touran met, met ILS werkend. Dan gaan wij naar, of dan ga ik naar ambulance bijvoorbeeld. Je wilt een ambulance. Je wilt de Otaris, die is gewoon mooi. Otaris ambulance, ook met ILS, geloof ik. Ik vraag het me af of die al ILS... Ja, ik geloof het wel. Nee, die was nog niet ILS. Wat ik zou doen, is Otaris in toetsen. Die was inderdaad nog niet ILS. Nou, dan kun je bijvoorbeeld kijken hier. Glorious modding met ILS. Ruben GTA Police mods met ILS. Dit is maar welke je mooi vindt. Ik weet dat Glorious modding heeft hem met oranje, met groen en met blauw. En daarbij dacht Ruben GTA Police Mods, die dacht, nou, ik wil hem eigenlijk veel uitgebreider maken. Maar dus dan wil ik hem met alleen blauw. Hij heeft alleen blauw. Maar hij heeft wel veel meer blauwe flitsen. Dus zeg jij, ik hoef toch geen oranje. Zou ik gewoon deze downloaden, zeg je, ik wil die van Glowy's modding met oranje, et cetera. Download je die. Nou, je weet wel hoe je inmiddels downloadt. Ik zal hem voor jullie nog even laten zien. De handling van de ambulance heb je dus al aangepast. Dus dat hoeven jullie niet meer te doen. Nou, hier ook heb je car files. Die. We gaan naar voertuigen. Die drie sleep je erin. Nou, ik heb een andere ambu. Die kunnen jullie laatst. Ja, die kunnen jullie wel krijgen. Dat kan via Justin Rijsdijk. Moet ik even link in de beschrijving zetten. Ja, die kun je dus ook krijgen. Maar die heb ik erin staan. Dus ik ga hem ook niet vervangen. Die erin slepen, klaar. Wel met edit mode natuurlijk aan. Ga eentje terug. ILS files, ambulance, pack the fools. Kijk eens, staat hij hierbij. Jouw ambulance is geïnstalleerd. Heeft een goede handling, want die heb ik jullie al gegeven. En die geeft ook nog eens een mooie zwaarlichten. Dan kunnen we nog naar brandweer bijvoorbeeld. Nou, dan kiezen we een mooie brandweerauto uit. Ik weet al niet of hier iets moois online staat. Eerlijk gezegd. Ik geloof het bijna niet. Die brandweerauto die ik heb. Die is niet te krijgen. Al Topmods had geloof ik wel een Nederlandse brandweerauto. Even spieken. We moeten maar even gewoon. Ja, deze kun je ook via Topmods dan krijgen. We gaan maar even terug naar Topmods. Dan gewoon deze van Topmods. En als het goed is, kun je hier van alles. Ja, het is wel allemaal Duits. Maar zou je dus van alles kunnen vinden? Oké, die hebben best veel verwijderd. Je weet ook dat ze site hebben, topmods.de. Dit weer, maar er zit heel veel reclame op, dus let op. Alles waar je op klikt, dat is echt vol met reclame hier. Het is Duits, maar weiter. En dan ga je geloven naar. Ja, marktplaats of zoiets. Fireware, cars. Of deze hier. Neue auto's und mods. En dan kun je hier gewoon Feuerwehr kiezen. Ja, het werkt allemaal niet top die site van hen. Nou, dan kun je hier kijken. Kijk, deze. Ik wil deze downloaden.
Hij is gratis zoals je ziet. 0,00 euro. Deze bijvoorbeeld, die ik heb, die is dan weer 3,99 euro. Dus kun je dan downloaden. Nou, en hier, die kun je ook nog, ik weet niet het verschil. Die heeft pitches, die heeft platte. Sorry. Nou, stel je download die. Gewoon erop klikken. En dan geloof ik in je warenkop of zoiets. Betaald. Een soort van betaald, want je hebt hem al. Dan ga je hier omlaag. Software download link. Nou. Dan krijg je weer iets met heel veel advertenties. Want ja, ze zouden toch eens geen geld erbij kunnen verdienen. Even wachten rechtsboven. Nou, continue is allemaal kut. Je moet opnieuw op continue klikken of zo, want dan krijgen ze weer extra geld. Skip ad. Nou, dit meteen weg en dan download je. Nu, als je naar GTA 5 mods gaat, dan kun je bij Paint Jobs ook heel veel vinden. Er is vast wel iemand die die skin heeft gemaakt voor die brandweerauto. Dus daar vind je ook heel veel. Ja? Dus als die gedownload is, ik ga hem even annuleren. En dan ga ik dit helemaal afsluiten. En dan ga ik even voor jullie een brandweerauto openen. Nou, weet je, nee, weet je wat? Mapje, er staan 3 bestanden of 4 bestanden. Firetruck, sleep je erin. Zit die goed? Je hebt een goede handling van mij gekregen. Firetruck, ja, die van mij ziet er dan zo uit. ILS-file, sleep je hierin. Tot die bij Firetruck staat. Klaar. Voertuigen geïnstalleerd. Ja, en wat krijg je nu? En daar ga ik jullie wel even. Daar ga ik jullie niet meer bij helpen. Wat we nu nog kunnen doen is naar GTA 5 mods en bijvoorbeeld uniform typen. Heel veel dingen. Je kunt die van Poepsnol 38 downloaden. Ik weet tot TBLP nog wat ook uniform heeft. Als je naar boven gaat, ambulance uniformen kun je downloaden. Heb je een Nederlandse ambulance uniformen, bla bla bla. Ja, ik zal de link in de beschrijving wel even. TBLP was het, geloof ik. Ja, hier. TBLP. Link in de beschrijving. Uniformen, dat zijn die wat ik ook gebruik. Die kun je inmiddels downloaden. Dat zijn mijn screenshots ook. Oké, downloaden. En wat je dan ziet, ik zal ze even voor jullie downloaden. Ik ga het niet helpen, want het zijn 7 verschillende mapjes. En dan komt het waar jullie aan moeten gaan letten. Voertuigen altijd hierin. Ja, maar uniformen en zo, gewoon de, hoe heet het, downloaden. Of de readme. Nou, openen, dit weg, uniform. Kijk, ja, lees dit voor je de uniform installeert. Bedankt voor het downloaden, uniformen. Aanbevolen is dit. Dat kun je zeker downloaden. Ik gebruik het echter zelf niet. Kijk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Omschrijving uniformen. Oké, dat is niet belangrijk. Installatie. Kijk. Deel 1. Sleep je in. Open A4, GTA 5, mods, X64E, modeled, CD images, components, bands, IG.rpf. Sleep je daar allemaal dit in. Ja? Nou. Dan even kijken. Deel 2. Mods, models, CD, ja, bla bla bla. Goed kijken waar, deel 2 sleep je daar allemaal in. Gewoon piece of cake. Ja, gewoon dat allemaal doen. Voor de rest, wat jullie nu nog ontbreken. Ja, ja, rustig aan. Of ga zelf wat ontdekken. Weapons. Wil jij een gekke Glock? Nou, typ je in Glock. Ik wil een Glock 17. Glock 17 deze. Nou, heb je een Glock 17. Wil je de Nederlandse sirene? Dat kan ook. Die van mij zijn niet te downloaden. Maar... kijk eens deze bijvoorbeeld, Dutch Siren Pack. Downloaden. Dan krijg je geloof ik echt... ja, er staat ook weer een readme bij. Ik meen het. Er staat echt gewoon, ik zal hem downloaden voor jullie. Om het te laten zien. Overal staat wel installeer in. Staat het er niet? Ja, dan is dat gewoon echt een naaistreek. Want dan zou ik het zelf ook niet weten. Vehicles, readme, installatie, bla bla bla, da da da. Zorg wel dat edit mode. Ja, zie je. Dus nu hebben jullie sirenes. Jullie hebben uniformen. Jullie kunnen hier alles zoeken wat jullie willen. Brandweerpakken kunnen jullie. Sirenes kunnen jullie. ILS hebben jullie. Auto's hebben jullie. Niet alle, maar een heleboel.
ik zou zeggen, heel veel plezier ermee. Ik ga er niet meer woorden aan vuil maken dan dat ik al heb gedaan. Misschien een beetje verwarrend voor jullie soms. Want ik moet zelf ook even kijken van, oh ja, dit moet nog, oh ja, dat ben ik vergeten. Ik denk dat ik alles heb gehad. Jullie weten dus nu hoe je police, ambulance en firetruck installeert. Maar jullie weten ook hoe je police 2, police 3, police 4, FBI, bla 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 kunnen installeren. Gewoon de naam veranderen. Als je een tweede ambulance wilt en die wil je police 2, kan dat ook. Dat is geen probleem. Je kunt dus wel verwachten als je LSPD-VAR hebt, dat je opeens een ambulance achter je aankrijgt. Of die je komt helpen. Goed, wij zijn zeker 3 kwartier bezig geweest. Ik hoop dat het duidelijk was. Laat een blauw duimpje achter. Ik ga dit mapje weer verwijderen en... Mochten nou mensen in de reacties allemaal zeggen, het werkt niet. Dan ga ik de video nog eens terugkijken en dan ga ik echt nog eens goed kijken van waar ben ik zelf de fout in gemaakt. Ingegaan. Want ik heb dus, dit is een nep map. Oh, even kijken. Dit is een nep map. Ik kan dus niet echt dit openen. Want dan zegt hij, ja, je GTA klopt hier niet in. Maar ik denk dat het allemaal goed komt. Succes ermee. Mochten er nog vragen zijn in de reacties, ik zal ze zeker lezen, maar ga niet zeggen van het werkt niet als het wel gewoon werkt voor de rest. Veel plezier ermee en tot over 2 dagen bij een nieuwe video zoals altijd. Doei!